de manier waar jullie vandaag het resultaat gehaald hebben, verdwijnen jullie een beetje stilletjes in de middenmotor. Ja, door die twee, nee, of de mensen, die eerste wedstrijd tegen Jonge Kracht moet nog ingehaald worden, maar er moet aardig voor gebeuren, willen we dan nog ombuigen in ieder geval. Dus ja, met die drie nederlagen van nu, ja, dan doen we toch die goede periode die we daarvoor hadden wel tekort. Want ja, we begonnen een beetje aansluiting te pakken naar boven. En we stonden op verliespunten zelfs boven OSC. Maar ja. Heeft het elftal dan nog zoiets van we willen ons revancheren in het eind van het seizoen? Ja, ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk. Ik wel. Maar ik neem aan dat de rest dat ook heeft hoor. Ja. Maar als je kijkt naar de wedstrijd van vandaag en dan vraag ik een punt gewonnen of twee punten verloren, dan is jouw antwoord? Een terecht gelijkspel. Dankjewel. Edwin Geldof, daar staan we weer. De vorige keer na een overwinning, nu na een gelijkspel. Ja. Wat is nu je gevoel? Zuur. Zuur. Ik denk dat we vandaag hadden afgesproken om de wedstrijd van Jonge Kracht weg te gaan spoelen. En prima, weersomstandigheden spelen niet mee, maar het veld was netjes gesproeid, het veld ligt goed bij. En de warmte, daar had CSC ook last van, dus dat mogen we niet als excuus gebruiken. Overal gevoel is gewoon zuur. Als we dan kijken, je noemt het woord excuus. Mag het een excuus zijn dat je heel veel blessures hebt en dat je met heel veel jonge jongens te maken hebt? Nou ja, ik denk dat op dit moment de jonge jongens aan de deur timmeren. En ja, dat de rest zich zorgen kan maken, omdat de jongens gewoon behoorlijk aan de deur timmeren. En zelfs de deur al openen voor ze. Dus ik juich het alleen maar toe. En natuurlijk is het niet fijn dat je niet weken met hetzelfde team kan spelen. Maar ja, dat is voor mij het hele seizoen al in het geval. Dus dat weten we. Ik was van overtuigd, althans wij zijn overtuigd, en ik praat altijd over voor de staf, dat we vandaag een groep bij elkaar hadden om gewoon vandaag een verschil te maken. Het was, de tegenstander vandaag was ook niet een ploeg waar je heel bang van hoeft te worden. Maar Angeren was ook niet echt de betere. Nee, ik denk de eerste helft dat we gewoon heel slap beginnen. We beginnen bewust met een aantal mensen achter de bal om op te kunnen bouwen. En ik denk dat Tim Buurman, wel 20 keer de bal naar voren hebben geschieten of kon schieten. Dus dat geven we aan dat we gewoon niet het lef hadden om te gaan voetballen. En dat is juist het sterkste punt. We bezitten gewoon veel voetbalkwaliteiten. En ik denk dat we dat vandaag gewoon te weinig hebben laten zien. En als je kijkt, je noemt de keeper Tim Buurman. Als je kijkt naar de slotfase van de wedstrijd. Beide keepers beslissen toen de wedstrijd door hem op 0-0 te houden. Ja, maar ik denk na een uur. Kijk, de eerste helft geven we eigenlijk niks weg. Creëren ook zelf weinig. En denk na de tweede helft dat we beter in de wedstrijd zitten, dat we denk de wedstrijd domineren. En dan moet je eigenlijk belonen om binnen 5-7 minuten gewoon op 1 of 0, 2-0 te komen. Maar ja, als ik de kansen kijk, dan moet ik reëel zijn, heb je gewoon eigenlijk met een paar schoten eigenlijk totaal geen kansen gehad. Dus uiteindelijk is denk ik een 0-0 een terechte eindstand. Na de vorige overwinning spraken we elkaar ook. Toen zei je tegen ons, vierde plaats, eind van het seizoen, is heel reëel voor Angeren. Ja. Die plaats is nu redelijk uit zicht verdwenen. Ja, ik denk dat het gewoon lastig wordt om nu die vierde plaats nog te behalen. Ik denk dat we heel dicht bij elkaar staan. Aan de andere kant, we willen elke week winnen. En dat gaan we ook elke week, zo starten we ook. Ik heb niks aan het punt, het team heeft niks aan het punt. Ik denk dat we nog steeds verschil kunnen maken en bij de eerste vier, vijf clubs kunnen komen. Kijk, OC verliest vandaag. Dus per saldo loop je een punt in. Maar ja, Jonge Kracht loopt ook weer uit. Die wint vandaag. En dat is zeg maar wel iets waardoor je misschien in deze fase achteruit moet kijken in plaats van naar boven wat we graag willen. Een goede reeks maken. Volgende week thuis weer tegen Eendracht Arnhem. En vlak daarna de inhaalwedstrijd tegen Jonge Kracht inhalen. Ja, we hebben een hele zware periode. Hè. Dus we spelen aankomende donderdag al tegen Veluwe zo thuis. En we hebben, ik denk voor mijn eerste 2-3 weken spelen we gewoon twee wedstrijden in de week. Ja, en dat is wel prima en pittig. Maar aan de andere kant is het een gegeven. Aan de andere kant, als je voetballer bent, moet je willen voetballen. En dan weet je dat dit soort dingen erbij horen. Dus we gaan nog steeds vanuit dat we gewoon aankomende week ons punten horen te pakken en moeten pakken die we moeten pakken. En alleen, ik had vandaag eigenlijk liever willen beginnen eraan. En ik denk dat vandaag tweede helft, hadden we dat moeten doen. Angeren geeft niet op en Angeren blijft toch voor de hoogste posities in de ranglijst gaan. Nou ja, dat moet je gewoon. Dat is iets wat we elkaar verplicht hebben. En ik denk dat we de tweede helft, dat de spelersgroep niets gaan verwijten. Er zat heel veel onzorgvuldigheid in. Maar aan de andere kant, er komen steeds meer mensen terug. En ik denk dat wij
ons punt nog gaan pakken.